De reservisten speelden het volgende scenario. Er is een grote overstroming, steden en dorpen zijn geëvacueerd en er zijn plunderaars op strooptocht. Nou, wat daarvoor gebeurt is dat we een verkeersluis hebben ingericht en dat is eigenlijk de eerste barrière, zou je kunnen zeggen, of de eerste controle op het toegang van het terrein. Dus we kijken daar wie komt er binnen, zijn de mensen aangemeld, zijn ze niet aangemeld, dan willen we ook graag weten wie ze zijn, dus dat ze zich legitimeren. En we doorzoeken ook het voertuig en de persoon om te kijken of ze geen verdachte middelen bij zich hebben. De reservisten halen er een blauwe Peugeot uit. De inzittenden zijn verdacht en de auto wordt onderzocht. In de auto zitten medewerkers van Defensie met een neppistool. Ik ga u dingen vragen om te doen. Ja. En het is makkelijk voor de procedure dat u alleen maar dingen doet die ik u vraag, dus geen eigen initiatief. De verdachten worden gefouilleerd en dan wordt het wapen gevonden. Op de grond, op je knieën. Op de grond, op de grond. Plat, plat. Handen op je hoofd, handen op je hoofd, handen op je hoofd. Vingers in elkaar. Zaterdag is er een grote oefening van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland en Defensie op een oefenterrein in de buurt van Stroe.